Het zit erop, dat is toch wel spijtig, hè? Maar spijtig is toch niet helemaal het juiste woord, hè. Laat ons zeggen dat ik heb een fantastische belevenis meegemaakt. En ja, bon, het is een spel, hè. Had je het zien aankomen? Eigenlijk voor een stukje wel. De manier hoe ik eigenlijk functioneer, is, of dat ik het spel heb gespeeld, is eigenlijk dat ik bij elke proef telkens een beetje een analyse heb gemaakt. Je was er heel hard mee bezig, hè, met het spel? Bah, laat ik zeggen, ik was niet de enige. Hè. Ja, ik was er wel mee bezig natuurlijk met dat spel. Hè. Ik vond het een ongelooflijke belevenis. Hè. Wie was je beste vriend nu in die groep eigenlijk? Maar ik heb eigenlijk gewoon 9 fantastische mensen leren kennen. Eigenlijk. Allemaal heel erg positief in het leven. Heel erg, heel toffe, fijne mensen. Heel ondernemend ook. Je bent eigenlijk een beetje favoriet geworden bij mensen. Ook al in de eerste afleveringen, toen je niet van die brug bent gesprongen. Maar dat wil dus nu wel zeggen dat er wel degelijk een ernstig probleem was. Hè? Probleem zou ik dat niet noemen, maar laat ons zeggen dat het een. Dat zeker. Allee, het is niet gefaked. Het was echt. Ik heb daar toch een beetje een bijna doodervaring gehad. Maar dat is door omstandigheden. De warmte, het zicht weggenomen. Een beetje tekort aan zuurstof. Maar ik heb heel snel kunnen zeggen dat ik mij niet goed voelde. En er is heel snel gereageerd geweest. Wat we vandaag ook geleerd hebben, dat is dat jij het geld eigenlijk met de groep wilde delen. Leg eens uit. Ja, ik had eigenlijk het plan opgevat, als ik zou winnen, zou ik een derde delen met de kandidaten, een derde reisje of iets dergelijks, en een derde zou ik aan een goed doel gegeven hebben. Dat is mooi, dat is een goed antwoord, dankjewel.